Goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Goedemorgen, het is voor mij vandaag, even een lampje aan doen trouwens. Het is zondag, het wordt vandaag een welverdiende rustige zondag. Ik ga jullie heel even neerzetten, want ik ga heel even mijn skincare doen, of nou ja, mijn gezicht reinigen. Dat moet ik dus nog doen. Ik weet alleen dus niet waar ik die heb neergezet. Die reiniging heeft die dus een tijd gestaan. En nu is die weg. Waar is die toch gebleven? Wat wartjes pakken, dat wel. Jongens, wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Let me know. Goed, er stond dus in de kast. Ik reinig mijn gezicht trouwens de laatste tijd. Ik heb hem net gewassen met zo'n facial wash van Simple. En nu reinig ik mijn gezicht. Hallo. Maar ik ga natte boven. Ik reinig mijn gezicht vaak nog een keer met de micellair reiniging water. Met die olie erin. Ik vind die gewoon super fijn. Dus dat ga ik doen. Ik ga vandaag trouwens geen make-up opdoen. Ik moet zo naar de stadswerf. En daarna doen we straks nog even een paar kleine boodschapjes die we gisteren niet hebben kunnen doen. Ik moet de vlog toch editen. Dus, en dan is dat wel weer een beetje wat ik vandaag ga doen. Ik ben vandaag vrij. Morgen moet ik wel werken. Dus het wordt een rustig dagje vandaag. Mijn skincare is er trouwens heel simpel op geworden, jongens. Het is tegenwoordig echt heel simpel. Maar daarentegen werkt het wel voor mij heel goed. En dat is het belangrijkste. De ene heeft gewoon echt 300 kruidjes per dag nodig. En de ander die is goed af met 2-3 producten. Ja, zo dus. Ik ben echt heel goed af met maar de 2-3 producten. Dus dat is top. Maar goed. Krimmetje op. En gaan. En terug van de stadswerf. I'm back! En wij zijn, het leuke is, de stadswerf bij ons zit naast de Mac. Dus, regelmatig als we daar komen, gaan we bij de stadswerf altijd, na de stadswerf eventjes een broodje halen. En aangezien het ontbijt van de Mac er nu nog was, het is nog geen 11 uur, heb ik een koffietje en ik had lekker een Mac muffin, Mac egg, Mac sausage. Oh, die zijn zo lekker. En een koffietje, maar ik vind het best wel heel erg, want je betaalt 2 zoveel voor een koffie bij de Mac. Dit is je beker. Die is echt nog gewoon kleiner dan mijn hand. Het is gewoon 3 slokken en dan is hij op. En dat vind ik altijd wel zonde. Maar mama heeft mijn was gedaan. Of nee, ik heb ook mijn eigen was gedaan. Maar ik moet het zo eventjes ophangen. En weer opruimen. Dus dat ga ik doen. Maar ik moet ook nog een vlog gaan editen die vandaag online moet. Dus dat ga ik doen. Trouwens, de dagelijkse vlogjes, dat heb ik in de vlog van gisteren niet gezegd. Die komen, ik ga zolang ik het red, komen die elke dag om 4 uur online. 3 uur of 4 uur. Ligt er een beetje aan. Misschien 3:30 of zo. Ik ben niet verkouden. Het komt door de kou buiten. Want het was echt heel fris buiten eigenlijk. Nou ja, niet fris, maar lekker was anders. Goed. Ik ga de vlog editen van gisteren. Dat is het gebeurd. Koffietje opdrinken. Zo meteen nog even naar de Lidl boodschapjes te halen. We zijn gisteren natuurlijk al wel bij de Plus geweest. Dus dat scheelt wel een hoop. Goed, ik ben boodschappen aan het doen, maar ik zie echt het meest ranzige ever. Lavendelkaas. Eeuw. Ik zocht 3 en ik zie dat in 1 keer ernaast liggen. Dat kan toch niet lekker zijn? Dat is echt super vies. Goed,
Ik dacht dus daarnet, ik ga even lekker douchen en lekker makkelijke kleding aandoen. Nou, lang verhaal kort. Ik word dus net gebeld door de dierenriem uit Hellevoetsluis. Door mijn oude klasgenootje. Die vroeg zich af of ik vanavond kon komen werken. Omdat ze een ziekmelding hebben. En dus vanavond handen tekort komen. Dus ik ga vanavond werken van 7 tot 10. En dan snel naar huis. Mijn pa brengt en haalt me. Dus dat scheelt echt een heleboel. Want morgen moet ik ook weer gewoon werken, morgenochtend. Dus, ik ga me aankleden. Het is nu iets over 4. Kwart over 4 is het nu. Ik ga me aankleden. Ik heb aan de ene kant helemaal geen zin om te werken. Maar ik help ze met alle liefde toch wel weer uit de brand. Ik heb toch niks te doen. Dus, ik ga me aankleden. En zometeen gewoon lekker avondeten. Ik ga trouwens lekker wortels eten met... Ik knel voor wortels met lekkerbekje. Dus dat ga ik zo meteen klaarmaken voor mezelf. Maar ik ga me nu eerst even aankleden en mijn haar fatsoenlijk doen. Een beetje make-up terug opsmeren, want ik heb het er net afgehaald. En dan even mee eten doen. Goed, I'm ready. Ik ben weer aangekleed. Ik ga jullie even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit topje aan, die heb ik volgens mij een keer bij de Kruidvat gekocht ofzo. Dit zijn echt van die, gewoon van die lekkere, losse, chille shirtjes met lange mouwen, maar ik heb ze even opgestopt. Zwarte broek aan. Ik heb voor morgen alvast een shirtje en alles klaargelegd, zodat ik dat vanavond niet hoef te doen. Als de broek schoon blijft, hou ik deze aan en anders pak ik morgenochtend even een nieuwe broek. En ik heb mijn All-Stars weer aan, mijn zilveren. Ik heb namelijk een hele lange tijd heel veel pijn gedaan aan mijn voeten. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon weer eens aandoen. Zeker voor maar 3 uurtjes. Maar ze lopen gewoon echt super. Dus vandaar. Make-upje zit er ook weer op. Gewoon heel simpel eigenlijk make-up opgedaan. Al lijkt het misschien niet zo. Het is echt wel een simpel make-upje. Mijn haar is weer gedaan. Ik ga nu naar beneden. Ik ga eventjes mijn vis in de oven doen. En even mijn wortel koken. En dan ga ik dat zo meteen lekker eten. Even mijn gemakje houden. Mijn tas is al ready. Ik ga jullie trouwens even laten zien. Want ik heb normaal altijd een kleine tas bij hem. Maar tegenwoordig een grote tas. Het is namelijk zo. Wacht, deze ga ik er trouwens wel afhalen. Want die heb ik eigenlijk ook gewoon helemaal niet nodig. Er zit aan deze tas dus een soort. Ja, noem het eens. Heuptasje vast. Maar die gebruik ik dus eigenlijk gewoon niet. En dan ben ik het zonde om hem hierin te laten zitten. Dit is een tas van de TK Maxx. Het is gewoon een simpele zwarte tas. Verder geen niks geks, niks bijzonders. Dus ja, dat is het eigenlijk voor de tas. Ik heb er crackers in zitten, standaard. Die ik vandaag ben gehaald. Van die kaascrackers mocht ik... trek krijgen op het werk, dan hoef ik niet helemaal van alles mee te nemen voor die korte diensten, maar heb ik wel gewoon een snackje bij de hand, dus dat scheelt. Goed, inmiddels ben ik klaar. Ik heb avond gegeten, het was echt super lekker. Het smaakte me echt helemaal top. Ja, wat ik zeg, ik ben dus ready nu. Ik was al ready, maar om het nog een keer te herhalen. Ik heb vandaag echt een hele rustige dag gehad, echt bijna niks gedaan. Alleen, ik zie nu dat mijn mascara onder mijn oog zit. En die is zo'n klein beetje ook. Dus dat is een beetje jammer, maar goed, maar niet uit. Ik ga mijn tas pakken en ik ga richting het werk. Ik zou eigenlijk zelf met de bus gaan, maar mijn pa die gooit me af super fijn en super blij mee. Want anders had ik dus al lang weg moeten überhaupt. Ik ga nog wel even plassen, dat moet ik nog wel doen. En ik neem die mee. En op naar het werk. Ik laat de camera trouwens thuis, dus jullie zullen mij vanavond wel weer terugzien. Want ik kan toch niks filmen en het zal een hele hectische avond zijn. Dus ik moet op 2 afdelingen tegelijk staan. Ik moet bij de ene afdeling helpen en op de andere afdeling tegelijk heen en weer. Dus tijd om de camera heel even te pakken tijdens een plaspauze, dat gaat hem denk ik niet worden. Ik ga wel mijn lampjes uitdoen, laptop dichtklappen. Even naar de wc en dan naar het werk. Goed, ik ben er weer jongens. I'm back. Ik ga wel gelijk mijn gordijnen dicht doen. Ik heb mijn slaapdruppels ingenomen. Mijn relaxdruppels.
doe ik helemaal niet zo heel snel meer. Maar aangezien ik nu best wel hyper en nog wel goed wakker ben, dacht ik, ik ga het gewoon even innemen. Dan kan ik gewoon daarna rustig slapen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Kleding ligt klaar voor morgen. Ik ga lekker mijn eigen omkleden. Ik heb mijn pijnstilling ingenomen, want ik had heel veel pijn. In mijn buik en zo. Ik heb überhaupt overal pijn. Mijn rug doet ook zeer, mijn benen doen zeer. Dus ik ga niet klagen, maar ik ga me wel gelijk even omkleden en mijn bed in. Want het is nu 22:19. Dus ook 9:15. Ik ga slapen. Goed, ik ben ready. Ik ga slapen. Ik heb eigenlijk niks meer te vertellen. Een hele drukke, hectische avond. Dus ik hoop dat de relax spullen straks gewoon gaan werken. Dat ik gewoon lekker kan gaan slapen. Maar goed, ik bedank je voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En ik zie je morgen bij een nieuwe vlog.